is zondag. Het is een mooie dag. En ik heb een goed humeur. Ik wilde jullie eventjes bedanken dat jullie naar me kijken, naar me luisteren. En dan ook nog geloven wat ik zeg. Dat vind ik wel heel fijn. De wijze oude dame van 81. Daar moet ik vreselijk om lachen. Ik heb ontzettend veel zin om vandaag te spreken over het aanraken gedurende de coronavirus. Het coronavirus. Je hoort niks anders, dus we gaan het gewoon een virus noemen. Niet meer corona. Oké. Mijn lichaam is dus nu al sinds 8 weken bijna door niemand aangeraakt. Normaal wordt het alleen nog maar aangeraakt door... We hebben mijn arts. Het zijn alleen maar mensen die mij genezen. Voor de rest wordt mijn lichaam niet aangeraakt voor genieten. Het is alleen maar pijn lijden. Mijn chiropractor, ten eerste moet ik een heel stuk fietsen, de hele Overtoom af. Voordat ik bij hem ben, dan moet ik 2 keer per week naartoe. Hutschik deed €60 per keer. En die heeft besloten dat in 2 keer per week behandelingen en in 3 maanden tijd ik weer rechtop kan staan, lopen. En dat ik het leven weer helemaal in kan en aan kan. Dus als hij mij een behandeling geeft, is dat... Ten eerste kom je binnen en krijg je een heerlijk glaasje water. Dan staan daar tomaatjes en worteltjes. En je wordt daar heel erg verwend. En dan ga ik een kamertje binnen. En dan is dat bijna een houten plank waar ik om kom te liggen. Dan begint hij te hameren, te slaan. Hij heeft een paardenstaart. Hij is wel leuk. Hij is een beetje rossig en een leuke kerel eigenlijk. Oké, dat is dus €60. Vooral wat ik mis, dat is eventjes... Ik heb een paar vrienden en die zijn heel groot. Tenminste, ze zijn niet zo groot, maar voor mij zijn ze groot. Want ik ben maar 1,52. Ik ben dus zo langzamerhand dwergmaat geworden. En ingekrompen. En als die dan komen en die pakken mij vast, dan verdwijn ik onder hun oksel. Mijn hoofd zit onder hun oksel. Zo groot zijn zij. En dan houden ze me vast. En dan ben ik zo beschermd. En ben ik helemaal in het niets. Nou, ik denk dat we ons eigenlijk allemaal geen raad meer weten met ons lichaam. Dat we allemaal verloren zijn in ons eigen lichaam. En dat we zo hunkeren naar een streel, naar een het zijn nu alleen maar woorden die we ontvangen. Maar het is zo fijn om aangeraakt te worden. Een streling en ja, eventjes voelen, het is warm, je krijgt een rilling door je lijf als je die handen voelt van een ander. Je mist zo ontzettend veel. Dat is, zolang als Rutte maar blijft zeggen 1,5 meter afstand, ziet het er niet leuk uit voor ons allemaal. Ja, lang leven de mensen die getrouwd zijn en een stelletje zijn. Ja, dan kan het ook niet zo leuk zijn. Maar laten we hopen dat dit heel gauw afgelopen is. En dat ik weer kan verdwijnen in mannen en in vrouwen. En weer heerlijk kan knuffelen. Dat is zo fijn in Mexico. Wordt de hele dag doorgeknuffeld. Wij Nederlanders zijn toch wel wat afstandelijker. Die zuidelijke landen zo. Het begint al bij... Onder Parijs begint het al dat mensen veel lichamelijker zijn. Wij zijn niet zo, touché is het, even to touch. Het heeft een ander woord dan aanraken. Het is subtieler. Wij zijn niet zo van kusserig en vasthouden en kneden en knuffelen. Komt goed. Ik denk dat als Rutte dit allemaal weer in het gareel gaat zetten, dat we dan knuffelend door het leven gaan. Dat raad ik jullie allemaal aan. Ga ervan genieten. Nu alleen nog maar in gedachten. Dus ga die gedachten maar vast. Met je gedachten kun je zoveel al veroorzaken. Ga maar dromen.